Mijn grootste uitdaging vandaag als CEO van Provan is eigenlijk het bedrijf proactief te blijven besturen, rekening houdende met mogelijke onverwachte corona-effecten of onzekere economische omstandigheden. Ik ben dan ook heel positief over de toekomst. Ik ben ervan overtuigd dat Provan als one-stop-shop leverancier heel wat voordelen te bieden heeft voor potentiële partners in de markt die in onze QRM-aanpak ook een strategische win zien. Provan heeft zich sinds 1998 toegelegd op metaalbewerking. Het verwerkt buizen, profielen en platen tot producten op maat, zoals bijvoorbeeld de omkasting voor mobiele flitspalen. Het Limburgse bedrijf is al 2 keer uitgeroepen tot Factory of the Future en werd nu door Deloitte Private, Econopolis en KU Leuven opgenomen bij de Best Managed Companies. Het toeleveren van metalen onderdelen is ons Olympisch minimum. En eigenlijk is Provan geëvolueerd tot een total solution provider in de markt. Onze businessprioriteiten komende jaren is eigenlijk Provan naar een hoger niveau te tillen als financieel gezond bedrijf door verder te groeien met onze bestaande klanten en door nieuwe potentiële partners aan te boren. Het succes van Provan vandaag wordt in grote mate bepaald door onze strategie, die eigenlijk steunt op 3 pijlers. Operational excellence, management excellence, customer excellence. En dankzij die strategie, waar diversificatie de rode draad van is eigenlijk, dat houdt ons wel echt recht vandaag in deze moeilijke coronatijden. Heel belangrijk in onze strategie is dat wij alles hebben opgebouwd rond 3 belangrijke businessprincipes. Focus, communicatie en resultaatgerichtheid. En die cocktail hebben we eigenlijk formeel structuur gegeven in een governance systeem, zoals wij dat noemen, waar we formele momenten creëren naar infodoorstroming en zodat iedereen ook de neus in dezelfde richting heeft en dezelfde bedrijfsdoelstellingen na kan streven. Als Factory of the Future is Provan eigenlijk een innovatieve pionier. We zijn constant bezig met innovatie en dergelijke. De laatste 2 jaar hebben we dan ook enorm ingezet op investeringen rond de digitalisering van al onze processen. En dat moet eigenlijk leiden dat wij ook de eerste in de markt zullen zijn van toelevering die volledig paperless gaan kunnen werken. We zijn enorm trots als bedrijf dat we deze erkenning als Best Managed Company in ontvangst hebben mogen nemen. En voor ons is dat een bevestiging dat wij de laatste jaren de juiste weg zijn ingeslagen aan de start van ons transformatieproject. En dat is te danken aan alle medewerkers die hierachter staan. En dat begint zijn vruchten ook al af te werpen vandaag. Best Managed Companies is een zeer interessant en intensief proces geweest. Ik heb eruit geleerd als bedrijfsleider dat het heel belangrijk is om je te omringen met externe experten om bedrijfsblindheid tegen te gaan. Als ik terugkijk naar de workshops die we samen hebben gehad, dat waren zeer interessante sparringmomenten om te komen tot betere inzichten en uw organisatie nog performanter te maken.